klimaatwetgeving verandert. En dit heeft gevolgen voor het Nederlandse en internationale bedrijfsleven. Waar zit de spanning tussen de overheid en het bedrijfsleven? Welke knelpunten moeten worden opgelost en hoe moeten die worden opgelost? Daar ga ik het over hebben met twee specialisten op dit gebied van DLA Piper. Arjen de Snooijen en Janet Meesters. Van harte welkom. Dankjewel. Beide advocaat bij DLA Piper. En ja, jullie zijn specialisten ook op dit gebied, Janet? Jazeker. Ja, daarom zitten we hier vandaag. Hoe word je dat? Hoe word je specialist op dit gebied? Nou, dit is een gebied dat eigenlijk nog maar heel recent heel veel aandacht heeft. Het is enorm in ontwikkeling. Ja. Dus eigenlijk zijn we onze eigen specialisme, juridisch, nu heel specifiek aan het toepassen op alles wat hier gebeurt op het terrein van klimaatverandering. Dus wij leggen in de volle breedte de focus op de klimaatveranderingsissues en kijken wat wij als kantoor daar allemaal mee kunnen doen. En waarom pas zo kort? Want je zou zeggen dat het klimaatissue al een tijdje... Ja, maar tot nu toe ging het vooral om deelonderwerpen daarvan. Ja. Dan had je het over ruimte voor de rivier en dat had dan met klimaat te maken. En nu wordt het opeens het onderwerp in de breedte, is het grote thema iedere dag, denk ik. Ja, het gaat nu overal doorheen. Hè? Ik bedoel, het is bijna dagelijks nieuws. Hè? Ja. Ja. Alhoewel, en daar wil ik maar even mee beginnen, kijken, kunnen we die daarna meteen parkeren. Want er zijn mensen in de wereld die het nog steeds redelijk ontkennen. Hè? Er is een meneer in Amerika, die heet meneer Trump. En die was laatst nog in het nieuws waarin hij echt expliciet zei, joh, tuurlijk, er verandert wel wat. Maar daar moet je niet denken dat wij er als mens iets mee te maken hebben. En dat lost zich vanzelf ook weer op. Wat doen we met dat soort sceptici? Niets. Niets. Volgens mij... Proberen te overtuigen is verloren energie. Ja. Die moet je daar niet op richten. En ook de sceptici gaan wel mee in het nemen van maatregelen... en het anders vormgeven van de samenleving, van de economie, van bedrijven... om hiermee aan het werk te gaan. Dus. Is dat zo? Want aan de andere kant kun je zeggen... dat zijn natuurlijk nog steeds wel aardige mogendheden. En als je dit soort types hebt die niet meewerken... dan heeft dat natuurlijk wel consequenties. Ik wou net zeggen, ik denk dat daar een hele belangrijke politieke actie ligt... Ja. Dat is niet iets wat op ons vlak ligt. Wij kunnen daar ook eigenlijk niets mee. Nee. Er liggen genoeg feiten, er ligt genoeg wetenschappelijk onderzoek... waardoor hij overtuigd zou kunnen zijn. Nee. Als hij dat niet is, denk ik dat er voor de politiek werk aan de winkel is. Want klimaatverandering is een wereldwijd probleem. En als een van de grootste spelers niet meedoet om het op te lossen... dan is er wel echt iets aan de hand. Is de reden en dan gaat het mij niet zozeer om Trump... maar is misschien ook de opportunistische reden van hem... en daar moeten we denk ik wel over hebben, dat het... commerciële gevolgen heeft als je er wat aan wil gaan doen voor een hele hoop bedrijven? Dat speelt voor hem een rol, hè? Want hij zegt dat kost miljarden dollars, dat kost miljoenen banen. Hmm. En dat past natuurlijk niet goed in zijn eigen politieke boodschap. Maar dat is korte termijn denken. Ja, maar, maar veel langer dan korte termijn denkt hij misschien ook niet. Dan. Nee, maar dan ligt denk ik voor ons de uitdaging om dat om te draaien en te zien dat je, als je het wel aanpakt... dat ook heel veel banen oplevert. Hè. Het leuke vind ik in Nederland, als je kijkt naar het klimaatakkoord... waaraan gewerkt wordt in de klimaattafels... daar heeft men heel veel aandacht voor wat dit betekent voor banen. Ja. En dat niet zozeer heel veel banen kost... maar vooral dat je heel veel nieuwe specialisten nodig hebt... om allerlei nieuwe dingen uit te voeren. Ja. En waar haal je die eigenlijk vandaan? Ja. Nou, als je er op die manier naar kijkt, dan is het een kans. Ja. En misschien in het verlengde daarvan, dat is ook heel aardig om te zien... is dat eigenlijk voordat de Nederlandse overheid er al heel druk mee was... het bedrijfsleven... heel hard vroeg aan de overheid, ga er meer mee aan de slag. Ja, er is een transitiecoalitie gevormd in 2016 al met een heel groot aantal partijen. Waar men ook zei, wij zien dit als kansen voor een nieuwe economie. En als wij nu voorop lopen en snel aan de slag gaan met die maatregelen... kunnen wij daar uiteindelijk, door daar nu in te investeren, ook weer veel mee verdienen. Ja. Ja, daar zit ook gewoon weer business in. Als we eens kijken naar dat beleid, hè, zo meteen wil ik door op dat bedrijfsleven... maar wat zit er allemaal aan te komen als het gaat om klimaatwetgeving? Want jullie zijn juridisch onderlegd, dus praat mij eens bij. Het meest nieuwe is denk ik van de afgelopen weken het besluit om kantoorgebouwen... alleen nog maar vanaf label C en beter te hebben. Dus alle oudere kantoorpanden die minder duurzaam zijn... daar moet je nu als een speer gaan investeren de komende jaren... om vanaf over 5 jaar, 2023, dat label te kunnen hebben. Dat is heel concreet, dat is heel duidelijk. En iedereen weet waar die aan toe is. En je weet ook dat je wat moet gaan doen. Dat is wel een dingetje. Ik bedoel, er staat al veel leeg. Dan moet je je lege pandje ook nog eens een keer duurzaam gaan maken. Maar goed, ja, maar dat is, aan de andere kant zie ik, voor nieuwe panden is dit helemaal geen probleem. Want die beginnen van scratch af aan, dus dan meteen duurzaam ontwikkelen. En die worden heel duurzaam. En dat willen de afnemers ook. Dus de bouwers willen dat, de gebruikers willen dat, de bank willen dat. Het gaat vooral om bestaande panden. En als je dan hele oude panden hebt, of zijn ze relatief oud, die niet voldoen... is het niet zo gek om te zeggen, daar moeten we een slag gaan maken. En moet je dat nu gaan doen? Ja, en dat moet je ook met z'n allen gaan doen. Dus dat werkt ook voor iedereen. Want je weet dat je met z'n allen aan dezelfde opgave
bezig bent. Nog meer? Als jij naar de korte termijn, of zeg maar, naar de korte toekomst kijkt van klimaatwetgeving, wat zit er allemaal aan te komen? Nou ja, als je breed kijkt, hè, we zijn bezig met een klimaatwet waar eigenlijk alleen maar heel algemeen de doelstelling die we willen behalen in is geformuleerd. En de concrete maatregelen moeten eigenlijk in de breedte gaan komen uit wat er nu in de klimaattafels wordt besproken. Wat zijn dat klimaattafels? Er zijn eigenlijk verschillende klimaattafels waarin per onderwerp wordt gekeken welke maatregelen zijn er nodig en zijn ook realistisch om die doelstelling uit die wet te gaan behalen. En dat is naar verschillende onderwerpen verdeeld, zoals industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw. En dan zie je dat in die klimaattafels eigenlijk de stakeholders vanuit alle kanten, hè, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, met elkaar zitten van wat is er nodig. Dat is heel goed, want dat is concreet. Wie zit die tafels? Vanuit het ministerie is men hiermee begonnen, economische zaken, want dat moet er komen als drager onder die klimaatwet. Ed Nijpels is daar het boegbeeld van, dat is een bekende figuur. Ja. Maar de bedoeling is dat die wet is heel algemeen en zegt deze doelstelling moet je halen. En de maatregelen dat die eigenlijk vanuit de samenleving en het bedrijfsleven zelf komen. Van dit stellen we voor om te doen, dat stellen we voor om te doen. Zodat je het spolderen ten top, hè? Ik wou zeggen, dit klinkt wel inderdaad als Poolse landdagen, dit soort tafels. En dat gaat ook niet vanzelf. Want er is een lange eerste ronde geweest die in de zomer tot resultaat heeft geleid. Hè. Men heeft laten zien van dit hebben we tot nu toe met elkaar besproken, dit hebben we bedacht. De gedachte was om dat ook door te rekenen financieel. En eigenlijk bleek dat het nog te vaag was, nog niet doorgerekend kon worden. En dat er nu echt een nieuwe slag moet worden gemaakt in een tweede ronde aan die klimaattafels om tot concretere maatregelen te komen en ook dat te kunnen becijferen. Ik word al bijna moe als ik hier naar luister. Dan denk ik, gasten, moeten we niet iets doeltreffender aan de bak als overheid zijnde? Mag het iets dominanter of ben ik dan te communistisch? Zeg maar. Nee, ergens heb je er wel gelijk in. Wat je nu ziet is dat in die tafels wordt gesproken van we zouden dit kunnen doen, we zouden dat kunnen doen. En het kan allemaal. Er zijn heel veel ideeën uit het bedrijfsleven. Alleen, hoe ga je dat verdelen dan? Wie gaat nou welke stap zetten? Ja. En als de ene partij heel hard loopt en de ander profiteert ervan, hoe verdeel je dat dan weer onderling? Dus je hebt wat sturing nodig. En dat is de vraag volgens mij die dan aan de overheid wordt gesteld. Maak ook keuzes welke afslag we nou kiezen. De afgelopen weken kwamen we op kernenergie. Dus gaan we dat wel doen of gaan we het niet doen? Ja. Kan allebei, maar kies maar. Ja. CO2 opslaan, doen we het wel of doen we het niet? Kan allebei, maar kies en dan weten we hoe we verder moeten. Nou, die keuzes, die kan het bedrijfsleven niet maken, die moet de overheid maken. Hoe beoordeel jij of jullie het beleid van de overheid op dit moment en de manier waarop ze dat vormgeven? Ik heb zelf het idee dat als je kijkt naar wat er dit jaar gebeurt, dat men nu echt aan de slag is gegaan. Maar er is ook een enorme noodzaak. We hebben ons verbonden aan de overeenkomst van Parijs, hè, waarin we met z'n allen, de hele wereld samen, die temperatuuropwarming van de aarde willen inperken. Daarnaast zie je dat de staat heel recent door het Hof is veroordeeld in het Urgenda-arrest om op hele korte termijn meer te doen. Het Hof is ook daar heel hard geweest. Hè. Er zijn maar weinig inspanningen gepleegd de afgelopen 10 jaar, terwijl ook al heel lang bekend is dat wat er nu werd gedaan niet voldoende was en dat er meer maatregelen getroffen moesten worden. Dat wordt nu toch echt opgepakt. En je zegt van er wordt enorm gepolderd en het gaat moeizaam. Maar die klimaattafels waarbij alle stakeholders aan tafel zitten, is op zich denk ik wel een hele goede stap. Maar het is ook absoluut noodzakelijk. Want we zien dat er een groot probleem boven ons hoofd hangt, waarvan we eigenlijk voor een deel niet eens kunnen overzien wat het voor ons betekent. Als je kijkt naar Nederland, er wordt gesproken over de stijging van de zeespiegel. Het is een probleem waarvan heel recent nog in de krant werd gezet. Dat zou wel eens veel groter kunnen zijn dan we dachten. Dus dat zijn allemaal elementen die noodzaak om aan de slag te gaan ook vergroten. Heeft het zin om een nationaal beleid te voeren überhaupt? Dus het gaat om zo'n groot onderwerp als dit. Ik bedoel, klimaat houdt zich niet aan landsgrenzen, toch? Nee, maar het is denk ik het nationaal beleid staat van klimaat, die klimaatwet, die doelstellingen die dan worden neergezet. Nou, dat geeft richting. Voor de duidelijkheid, dat is, ik geloof, iets van ongeveer 50% reductie van CO2 in 2030 of zoiets. En bijna alles in 2050, toch? Ja, 49 in 2013 en 30 en 95% in 2050. Ja. In vergelijking met 1990. Ja. Maar er staat er ook bij van die 49, dat stellen we als harde lijn voor Nederland. Maar we gaan proberen er voor Europa 55 van te maken in 2030.
En een paar weken terug heeft het Europees Parlement gezegd... ja, dat vinden we inderdaad een goed idee, daar gaan we 55 van maken. Dus je ziet dat Nederland doet dat niet alleen... maar gaat ook op Europees niveau samenwerken. En dat moet ook. En als Nederland iets doet, dan kunnen andere landen volgen. Als andere landen iets doen, dan kan Nederland volgen. Je hebt elkaar nodig. Mm. Je kan niet op je handen zitten en zeggen... nou ja, dat moet maar ergens anders gebeuren, want we zijn maar een klein landje. Mm. Ja, dat zag je in dat weer dat hof in dat Urgenda-arrest zegt over... ja, Nederland, dat kun je niet zeggen. Je hebt zelf verplichtingen om iets te doen. Je kan ook wat doen, dus dat moet je doen. En de reactie van de regering erop was ook van, nou ja, juridisch kun je van alles van vinden. Die discussie komt er wel. Maar we gaan het wel uitvoeren. Hoe intrinsiek is de Nederlandse overheid? Hè? Want we hebben het voorgesprek over gehad dat het verkiezingsprogramma van VVD bijvoorbeeld er iets anders uitzag als dat nu het beleid is. Hoe intrinsiek gemotiveerd is de Nederlandse overheid om het maar eens even heel soft te zeggen, de aarde te redden? Nou ja, dat vind ik nog altijd wel heel interessant, dat dat verkiezingsprogramma van de VVD ontkende het probleem. Ja. Daar is natuurlijk ook wel wat kritiek op gehad toen. Ja. Maar daar hoor je nu niks meer over. En het is nu een VVD-minister die hier het kaart trekt. Ja. Een kabinet wat zegt, wij zijn de groenste ooit. Dus als we aannemen dat oprecht gemeend is... en ik zou niet weten waarom je het niet zou doen... ja, dan zijn ze gemotiveerd en dan gaat er ook wat gebeuren. Hmm. Maar ja, je moet wel lastige keuzes maken. Het zijn keuzes die ook gaan ergens over wat pijn lijden... dingen stoppen die misschien prettig maken. Maar maak eens concreet, wat zijn lastige keuzes waar we aan de vooravond van staan? Nou, die kolencentrales, die moeten dicht. Ja. Dat wisten we al wel, maar dat moet al versneld. Dat is vervelend voor degene die centrale draaien houdt. Maar is ook vervelend voor huishoudens, want dan moet je dus je stroom ergens anders vandaan halen. En dat kost meer. Ja. Er liggen hele, hele moeilijke, controversiële onderwerpen op tafel. Ja, wat Arjen ook al noemde, willen we toch gebruik maken van nog een extra kerncentrale? Hmm. Willen we CO2 onder de grond gaan opslaan? Wat je ziet is dat allebei hele effectieve maatregelen zouden kunnen zijn om het klimaatprobleem voor een deel op te lossen, waarmee je ook een heel hoog rendement kan behalen. Maar daar zitten ook potentieel hele grote nadelen aan vast. En in ieder geval leiden ze tot heel veel controverse. Zodat het heel moeilijk is om daar zomaar op door te pakken. En dit zijn onderwerpen die in zo'n klimaattafel worden besproken, waarbij er ontzettend verschillende meningen zullen zijn. Daar komt dan nog eens bij dat er een enorme rekening aan het oplossen van dit probleem hangt, waarbij je moet afvragen hoe gaan we die verdelen? Nou, en wie draagt wat? Vertel. Hij zal verdeeld moeten worden. Ik denk dat besef er is. Maar is het simpele principe van ja, als jij een energiebedrijf hebt dat draait op kolencentrales, dan heb je gewoon een dikke vette pech, want dan ben je een grote vervuiler en dus gaat het je de komende 10 jaar waanzinnig veel geld kosten om duurzaam te worden? Nee, dat zou ik niet zeggen. Want, nee, waarom niet? We zetten hier met z'n allen de lamp aan, dus we profiteren ook met z'n allen ervan. Dus het is raar om dan één partij daar de zwarte piet toe te spelen en te zeggen, jij moet het maar oplossen. Nee, we doen dat met z'n allen. Hm. En het is een hele hoge rekening. Maar het is ook een hele hoge rekening omdat er heel veel geïnvesteerd moet worden. Hm. Dus als je zegt van we sluiten een kolencentrale, dan moet je daar zoveel andere energiebronnen tegenover zetten. En dat zijn allemaal partijen die daar gewoon weer een bedrijf van maken. Hm. En hoe verdeel je dat? Hè? De een is dood, is de ander zijn brood. Dat is toch echt wel waar, ook hier. Het gaat meer om hoe verdeel je dat op een eerlijke manier. En hoe doe je recht aan afspraken die je hebt gemaakt? En voor die kolencentrales geldt, je hebt afgesproken tot 2030. Dus als je dat nu gaat vervroegen, dan kun je goede redenen voor hebben. Maar wat doe je dan met die afspraken die je hebt gemaakt? En ook als je nu dus voor de toekomst afspraken of maatregelen gaat opleggen en zegt, nou, dan moet nu dieselauto's vanaf een bepaalde datum mogen niet meer rondrijden. Oké, maar dan moet je dat ook duidelijk afspreken, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Want als we kijken naar het bedrijfsleven, wat zijn dan met name de partijen die hier een belangrijke rol in spelen als het gaat om even vervuilend gedrag? Even niet om ze de schuld toe te schuiven, maar dat zijn energiebedrijven. Dat in industrie speelt een hele belangrijke rol. En wat daar een complicerende factor is, wordt ook wel gezegd, is dat de directies van die bedrijven voor een deel in het buitenland zitten. Ja. Waardoor daar dus ook andere belangen spelen. En wat ook een rol speelt met dat we hier in Nederland nu zo op het Nederlandse gefocust zijn, is dat men zich afvraagt van ja, we kunnen in Nederland heel hard lopen en heel hard ons best doen. Maar dat zou onze concurrentiepositie grensoverschrijdend op de kortere termijn in ieder geval weer kunnen
benadelen. Ja, ja, ja. Ja, en dat zijn lastige onderwerpen om uit te komen. Dat speelt natuurlijk zeker bij die grote industrie. Ja, als wij te streng gaan worden, dan verhuizen ze gewoon naar een ander land waar ze nog... Ja, en dan mis je een kans. Hè? Want als je... Wat is jullie rol daar dan in trouwens? Want vanuit juridisch kader. Want ja, weet je, dat is natuurlijk de kern van dit gesprek, vind ik, is in hoeverre is het moeten en in hoeverre is het willen. Snap je wat ik zeg? Ik bedoel, stel dat jij hebt een groot bedrijf of jij vertegenwoordigt een groot bedrijf. En het is straks zo. En in Nederland wordt het een stuk strenger. En die eigenaar die zegt van het is mij goed gescheten. Ja. We gaan lekker naar een buurland waar het nog wel mag. Nou, wat vind je daar dan van? Kijk, ik denk dat wat heel goed is om te zien is dat het bedrijfsleven eigenlijk al jarenlang zich heel bewust is van dit probleem. En zelf met veel initiatieven is gekomen van overheid. We moeten er iets aan doen en wij zijn er klaar voor. En we zien het ook als kansen voor een nieuwe economie. Dus die wil, die is er. We zien ook dat we nu in een fase komen. Het moet nu gaan gebeuren. De staat is veroordeeld om heel veel te gaan doen. We hebben hele duidelijke doelstellingen die we moeten halen. Dus de vrijblijvendheid gaat er wat af. En er moeten hele drastische beslissingen toch wel worden genomen, lijkt het, om de ambitieuze doelstellingen te halen. En dan kom je in een spanningsveld tussen... Kan je het bedrijfsleven zelf van alles laten doen? Is dat voldoende? Nou, we denken eigenlijk van niet. Dus de overheid moet bepaalde keuzes maken. En die moet sturing gaan geven. En dat moet ook sturing zijn voor de langere termijn. Zodat er niet over 2 jaar door een ander kabinet weer een hele andere keuze wordt gemaakt. Hè? Want daar kunnen bedrijven niet naar acteren. Dit is een lange termijn probleem dat een lange termijn visie vergt. Dus we zitten een beetje in een spanningsveld. En wij denken ook dat partijen over en weer elkaar daar heel erg nodig hebben. En eigenlijk vooral de dialoog zouden moeten opzoeken om tot oplossingen te komen. Ja, maar dan denk ik, die dialoog, dat klinkt eerder als dat er al te veel... Je hebt allemaal al die tafels waar iedereen maar loopt te dialogen, zeg maar. Moet er niet iemand gewoon visie en beleid gaan maken dan? Ja, dat wordt denk ik nu wel afgedwongen, ook door die tafels. Want die leggen de keuzes neer en zeggen van, nou, we hebben deze oplossing, we hebben die oplossing. Overheid, zeg maar welke kant we opgaan, dan werken we dat uit. Ja, en dus, maar doet de overheid die vertaalslag snel en accuraat genoeg? Die gaat nu komen en ik verwacht begin 2019 dat die stappen gezet worden. En dan komt, dan wordt het ook meer juridisch, de stap, hoe leggen we die afspraken dan vast? Want je wil niet vandaag een afspraak maken en dat het morgen anders is. Nee. Of dat het bedrijfsleven zegt, we doen het toch maar niet. Stel je voor, of dat de overheid zegt, nee, we doen het toch anders. Over en weer heb je er belang bij dat je het zo afspreekt met elkaar. Dat je ook weet van, oké, dit gaat nu dus gebeuren. Hier zijn we aan toe. En voor de komende 3 jaar of 5 jaar is dit de richting die we ingaan. Mm. Ja, dat is voor beide partijen is dat belangrijk. Maar je moet het wel goed afspreken. Ja. En dat is uiteindelijk heel simpel een overeenkomst. Zitten jullie als juridische partij aan die tafels? Namens bedrijven ook? Nee, op de achtergrond. We adviseren de bedrijven. Ja, precies. Ja. En wat voor wetgeving zit er dan... Want het is best het is gewoon een heel complex verhaal. Ik snap inderdaad ook wat je zegt, hè, dat energiebedrijven als voorbeeld even, hè, dat die alles zouden moeten betalen, is inderdaad onterecht. Maar hoe gaan we dit dan oplossen? Ik bedoel, als je nu de overheid zou mogen adviseren, welke richting zouden jullie dan opdenken? Als jonge, frisse, duurzame denkers. Ja, het is volgens mij niet één stap, maar het zijn een heleboel stappen. Maar noem eens wat dingen die door je hoofd gaan als je zo met die materie bezig bent. Nou, omarm mogelijkheden die er zijn om meer te doen met wind- en zonne-energie. Ook op andere schaal. Hè. Dus er zijn nu drijvende zonneparken. Dat is innovatief. Hè, maar de grootste liggen in Nederland. En dat kun je groter maken. Je kan drijvende zonneparken op zee maken. En dan los je dat hele probleem van die belangenconflicten. Hè. Daar komt ik ook als jurist altijd weer bij. Hè, van, ja, wat vindt nou de omgeving ervan dat je opeens windmolens neerzet of een zonnepark. Ja. Terwijl er ook aardappelen hadden kunnen groeien. Die discussies, daar kom je dan op een andere manier uit. Ja. Dat soort afslagen moet je nemen. Of hoe kun je nou van die grote industrie restwarmte beter benutten? Ja, dan wordt er heel veel energie verbruikt in het productieproces. Voor dingen die we allemaal weer dagelijks gebruiken. Maar er komen ook allerlei restwarmte uit. Hoe kun je die nou beter benutten? Wat kun je daarmee doen? Hoe kun je daar samenwerking zoeken? En hoe kun je ervoor zorgen dat die industrie niet weggaat, waar we het net over hadden, maar zo innovatief wordt of vernieuwend wordt, dat men zegt, nee, in Europa moeten we zitten met die industrie. Want dat is een voorbeeld voor de rest van de wereld. In plaats van dat je de viezigheid verplaatst naar landen waar het minder scherp is. Nou, die keuzes, en daar moet je regels voor maken als overheid, zou ik zeggen. Om te zorgen dat die voor iedereen gelden. Hè, dat er niet één jongetje het groenste jongetje van de klas is en de rest lacht en loopt door. Nee, dat je met z'n allen die stap zet. Dat zijn denk ik de stappen die je nu moet gaan zetten. Maar dat begint denk ik met luisteren naar wat het bedrijfsleven zelf heeft bedacht.
Want die hebben heel veel bedacht. Maar dat gebeurt voldoende nu met middels die tafels? Of? Dat hoop ik dat daar gebeurt. Ik heb, als ik dat terughoor, heb ik de indruk dat dat steeds beter gebeurt. Alleen dat het vertalen daarvan in politieke keuzes... Ja, daar zit de spanning op. Het moet ook blijven gebeuren. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar waar ik mijzelf dagelijks mee bezighoud... het aanbestedingsrecht... Dan zie je dat overheidsopdrachten... en opdrachten van speciale sectorbedrijven... een hele belangrijke rol ook kunnen vervullen... bij het bereiken van de doelstellingen. Want bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur... is allemaal in opdracht van de overheid. Nou, daar moet heel veel winst behaald worden. Daar zie je ook een grote bereidheid vanuit de markt... om daaraan bij te dragen. Andere goede voorbeelden zijn de luchthavens, de havens, de scheepvaart. En ook afvalverwerking, waarbij heel erg al gekeken wordt de laatste jaren naar de mogelijkheid om daarbij energie op te wekken. Dat zijn allebei zaken waarbij de overheid dus niet alleen door het maken van beleid, maar ook door de opdrachten die zij zelf in de markt zet, kan sturen op het bereiken van bijdragen aan die reductiedoelstellingen. Mm. Wat ik daar de afgelopen jaren zag en nog steeds zie, is dat er eigenlijk te weinig gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt, de input van de markt. Omdat een overheid, zodra die een opdracht in de markt zet, ja, dan staat het en dan moet je daarop inschrijven. Maar als je van tevoren goed die markt bevraagt van wat kunnen jullie aanbieden, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we dit op een manier in de markt zetten dat het ook echt zoveel mogelijk bijdraagt aan het behalen van die doelstellingen, kun je daar volgens mij nog veel meer winst behalen. En jullie zijn heel positief over het bedrijfsleven, hè? Als het gaat om hun houding richting het verduurzamen van de industrie in de breedste zin van het woord. Is daar echt consensus? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat ik als ik groot industrieel ben en mijn hele businessmodel is gebaseerd al 80 jaar, met alle respect, op een model wat gewoon niet netjes is voor de aarde. Maar ja, wist ik veel, zo was dat. Ik weet niet of ik zo vooruitstrevend aan die tafel zou gaan. Ik zou denken, zoiets even, jongens, gasten, zoek het maar lekker uit. Maar voor mij hoeven niet zo snel. Ja, die zullen er vast ook zijn, maar... de meesten die ik spreek zeggen van nee, wij willen duurzamer. We zien ook dat dat de toekomst is. Daar is eigenlijk niet zoveel discussie over. Hmm. En we zien ook mogelijkheden. Iedereen vindt dat ook vanuit zijn eigen vak interessant. Ik sprak al jaren terug met het projectontwikkelaars en bouwers over hoe je woningen duurzamer kan maken en gasloos bouwen. Ja. Maar dat was altijd een beetje innovatief en een beetje in een marge. Totdat er op een gegeven moment werd gezegd en vanaf nu moeten gewoon alle woningen gasloos gebouwd worden. Dat is dan even schrikken, want het ging best wel snel. Maar ze konden het allemaal wel. Ja. En het lukt nu ook. En het is ook duidelijk van oké, overal geldt dit nu. En je hebt niet meer per plek discussie van gaan we dit nou gasloos doen of gaan we het niet gasloos doen. En wat betekent dat voor de prijs? Nee, nu geldt het overal. En dat is die duidelijkheid. En dan is die sprong gemaakt. En niemand heeft er bezwaar tegen om die stappen te zetten. Want we zien dat het ook moet. Dus eigenlijk zeg je van de industrie wil de snelwegen, die wil wel hard gaan rijden. Alleen de overheid moet de snelwegen aanleggen op een duidelijke manier. Is dat een beetje de metafoor? Is dat de oproep van de industrie die jij merkt aan de overheid? Jongens, maak alles nou eens helder, zodat wij vooruit kunnen racen op een goede manier? Nou, die oproep is er zeker. Kijk, het is denk ik een te simpele voorstelling, omdat er dus ook nog wel een paar hele grote beren op die weg zijn. Toch? Zoals wat we net bespraken, de moeilijke onderwerpen. Wat doen we daarmee? Gaan we linksom of rechtsom? Willen we wel of niet die CO2-opslag bijvoorbeeld? Hmm. En ook de kosten is natuurlijk toch wel een aspect waar men niet zomaar uit is. Maar ja, er is zeker een roep van overheid, ga aan de bak om ons sturing te geven, om te stimuleren. En om ondernemend te zijn. Dat hoor je eigenlijk al meerdere jaren. Dus dat is waarom wij daar wel heel positief tegen. Maar een overheid is natuurlijk per definitie niet ondernemend. Nee, maar dat is hier denk ik wel nodig. Vanuit zijn overheidsrol uiteraard. Tot slot, hoe belangrijk zijn eigenlijk de mensen buiten het systeem? Ja, ik wil dat niet zeggen dat de agenda's nou buiten het systeem, maar dat soort clubs. En we hebben een tijdje geleden hadden we onze Lubach, die op zondagavond in één keer, die schijnt dan ook in één keer politieke invloed te hebben. En dus of het nou een televisieprogramma is, een belangenclub, een vrijwilligersclub die een boodschap heeft, fanatieke mensen die aandeelhouder bij Shell worden om daarmee Shell te verduurzamen. Hoe belangrijk zijn dat soort, ik noem maar even rand... organisaties. Steeds belangrijker, denk ik. Je ziet, Urgenda heeft natuurlijk met de staat... Dat is best knap hoe ze dat hebben gedaan. En los van wat je er juridisch van vindt, het is knap hoe ze dat hebben gedaan. En hoe hebben ze dat gedaan eigenlijk? Door over de band van mensenrechten de staat uiteindelijk te laten veroordelen voor klimaatproblemen. Dat is echt iets nieuws. Ja. En daar kun je heel lang juridisch over denken. Maar het resultaat ligt er gewoon. Dat is knap. Maar je ziet hetzelfde straks gebeuren bij bedrijven. Dat wordt nu voorbereid. Ja. Dus je wordt op dezelfde manier aangesproken. Ja.
Dat zijn allemaal factoren die druk uit gaan oefenen. En dan kun je het niet meer bij woorden laten. Dat is eigenlijk de les ervan. Hè? Maar je moet nu ook acties eraan verbinden en laten zien wat je doet. Om te voorkomen dat je er anders door een rechter of door de maatschappij toe gedwongen wordt. Ja. Dus ik denk dat dat prima is. Alleen de manier waarop en de uitvoering daarvan. Ja, het moet niet dat proces verstoren als je al bezig bent met duurzamer te worden. En dat je dan afgesneden wordt door een belangrijke groep of zo. Ja. De bedoelingen zijn vast goed, daar gaat het niet om. De balans erin zoeken, dat zal nog wel een opgave zijn. Het creëert denk ik hoe dan ook een nieuwe werkelijkheid. Want ik denk dat we lang met z'n allen hebben gedacht dat op dit terrein we allemaal mooie ambities hebben waar we met z'n allen mee aan de slag gaan. Maar zoiets als Urgenda laat zien dat het dus keihard afdwingbaar kan zijn. Hè? En dat is heel erg vernieuwend dat dit gebeurt. Ja. Nadat die uitspraak in eerste aanleg was geweest van de rechtbank, zijn er ook in andere landen dit soort initiatieven gestart, omdat dat eigenlijk nog nooit was voorgekomen. Ik denk dat overheden en bedrijven zich er vanaf nu nog veel meer bewust van moeten zijn dat als ze niet meedoen, dat ze dus ook juridisch daar ontzettend veel gedonder mee kunnen krijgen. Mm. En dat absoluut kans van slagen kan hebben. Mm. Dat is voor ons heel interessant werk. Dus ook eigenlijk aan de verkeerde kant. Want we willen aan de voorkant het met z'n allen goed doen. Maar die werkelijkheid maakt wel dat er ook meer druk op komt om het aan de voorkant goed te regelen. En eigenlijk moet die druk ook niet nodig zijn, want uiteindelijk moet je het met z'n allen ook willen, toch? Ik zou zeggen van wel, het is voor ons, onze kinderen, de toekomst. Ja. Ja, dat bedoel ik ook met van het kan. En die wil, waar die er is, kan die druk dus ook verstorend zijn. Ja, dus kan het ook lastig zijn. Dus ja, we zijn dit en dit en dit aan het doen. En nu moeten we opeens ons ook verweren in zo'n procedure. Of krijgen we die druk erbij. Hm. Ja, maar goed, dat hoort dan nu wel bij het spel, denk ik. En het spel is gewoon nieuw en anders. Ja. Voor jullie in ieder geval de komende jaren werk aan de winkel, kan ik me zo voorstellen, toch? Ja, dat is leuk. Het is een mooi onderwerp om mee aan de slag te gaan. Ik wens jullie heel veel succes met het gemeenschappelijke doel om de aardkloot een mooie wereld te maken, toch? Dat is de inzet. Dankjewel. Dank voor dit gesprek. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering. En voor meer kijk op cvdtv.nl. Dankjewel. Namens DLA Piper. Hoi.